prof avec un pantalon. Hallo, ik ben Alissa, ik ben 19 jaar en kom uit Overijssel. Toen we de zak met kleren kregen en we zelf een creatie mochten maken, dus creatief zijn, wist ik direct wat ik zou maken. Ik tekende dit uit en het werd een heel mooi kleed. Ik ben graag creatief en zo heb ik ook zelf de ketting die ik aan heb gemaakt. Bonsoir, je m'appelle Yadongo, j'ai 34 ans, j'habite Scardec. Puis, rebonsoir, mon thème c'est la compassion. Pourquoi est-ce que j'ai choisi une robe blanche? Parce qu'elle symbolise la pureté, la neutralité. Et pourquoi j'ai inscrit le nom de Jésus? Parce que c'est l'incarnation de l'humilité et de l'amour. Goeiedag, dames en heren, ik ben Priscilla Roos, ik ben 22 jaar, geboren en getogen in Zems en woon nu in Leuven. Goeiedag, ik heb een kledingvee gemaakt, omdat ik het heel fijn vind om sprookjesachtige dingen te maken. Het brengt me helemaal terug in een andere realiteit en ik vind het gewoon heel fijn om mijn fantasie te laten werken. Hallo, ik ben Anne-Lore Knapper, 22 jaar en ik woon in Schilder. Goedenavond. Toen we de opdracht kregen om een outfit te maken die onszelf voorstellen, wist ik eerst niet goed wat te maken. Niet omdat er niets was, maar om dat vriendelijk, sociaal en altijd in een plezier te maken, niet zo gemakkelijk zijn uit te beelden. Toch vond ik iets wat makkelijker was en helemaal staat voor wie ik ben. Ik ben Sava, ik ben 19 jaar en ik kom uit Sint-Felicitas. Ik heb deze creatie gemaakt omdat ik het een leuke kleurcombinatie vond. En ja, roos is mijn lievelingskleur. Bonjour tout le monde, je m'appelle Monique Lopatiel, j'ai 28 ans et je vais vous appeler. Wie is mijn favoriete voorbeeld? Mijn mama. En waarom? Omdat ze mij veel heeft geleerd. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Chantal Donatoni. Ik ben 46 jaar, geboren en getogen in het Leuvense en uiteindelijk terechtgekomen in Tiel. Ik kreeg een zak van een Franstalig meisje en het enige wat erin zat was zwarte kledij. Zwarte kledij, wie doet er in hemelsnaam alleen maar zwart aan? Kaas Dirk, dat ben ik, de Rassert Leuvenaar. Welkom iedereen. Komt allemaal goed, hè, voilà. Nee, ik heb een outfit gemaakt van vooral kleren die we moesten recycleren, zal ik zeggen. Dat heb ik ook gedaan. Een leerjas heb ik verwerkt in een broek van onder, rechts, links, achter op de zak. Maar het tweede deel is, kijk, deze outfit is op niet af. Ik draai gewoon mijn gelé om. Even when your heart is aching, even when the clouds are fading, I won't let you down. I won't be around. You gotta let it go and let the feelings grow. Don't need you right away. You gotta understand, I'll be here till the end. I'm here to stay.
plaats, daar vinden we een finaliste ondertussen terug van vorige halve finale. En dat is June Raas. Zij staat op de derde plaats. June ontvangt een cadeaubon van XLMA ter waarde van 75 euro als extra geschenk. En naast June mag ook op de tweede plaats plaatsnemen Dinja. Ondanks alle trouwe supporters nog een dagelijks applaus natuurlijk. En hij is dus alvast onze eerste verkozen finalist van vanavond. Is Graziella. Priscilla Roos. Priscilla, is nummer 12 van vanavond, Alyssa Stouts. En ook Hanne zien we heel graag terug op 11 oktober. Laatste gaat alvast naar Saba. Niemand minder dan Chantal.